Dag Lorna. Hallo. Volg jij de actualiteit, Matteo? Nee. Nee, oké. Okay. Top dan. Poetin is nu bezig met Oekraïne over te nemen. Hè? Ja. En voordat je het weet, staat hij aan onze deur. Hè? Ja. Om onze huizen over te nemen, ons land, onze vrouwen, allemaal. Hè? Ja. Hoe ga jij dan jouw huis beschermen tegen Poetin en de Russische soldaten? Thomas. Dat is allemaal dieren die ons gaan beschermen. Aha, ik ben Poetin en ik kom je huis innemen. Nee, mijn dieren gaan jou opeten. Oké, welke dieren zie ik hier staan? Paarden. Geen andere beesten die misschien iets effectiever zouden kunnen? Nee, ook niet van wapens of zo? Nee. Nee, gewoon paarden. Proberen wapen. Ja. Okay. Bij unicorns die vuur kunnen spuwen. Unicorns die vuur kunnen spuwen? Ja. Oké, okay. Jij bent even de unicorn die vuur kan spuwen. Oké. Okay. Ik ben Poetin en ik kom het huis innemen. Ik spuw vuur. Auw, pijn. Ah, ik leef nog. Ik spuw vuur. Oh nee, oh, pijn. Ah, ik leef toch nog. Ik spuw vuur. Je gaat blijven vuur spuwen waarschijnlijk, hè? Ja, ja en okay. Daarna op hem gaan staan. En weegt dat zwaar, zo'n unicorn? 100 kilo. Ja, dat is niet zo zwaar, hè. Ik bedoel, je zit rapper dan je denkt. Maar top afweersysteem. Ik weet het. Wat als Poetin hier komt en neemt het hier allemaal over? Hoe gaat het er hier uitzien? Je hebt dit getekend. Hoe doet je een mens school? Als Poetin hier komt, gaat hij hoe doet je een mens scholen oprichten? En wat leer je daar? Hoe je mensen kan doden. Oké, ik ben een leerling in de school en jij bent de directeur. Hè? En jij geeft mij mijn rapport. Hier je rapport. Ah, dankjewel, meneer directeur van de Hoe dood je een mens school. Hoe zijn mijn punten? Je hebt een 5 op 10 bij de toets van Hoe dood je een mens met een mes, ja. Geblinddoekt. Oké, 5 op 10. En een 0 op 10 met een bom. Wat? Ik heb een 0 op 10 om iemand te vermoorden met een bom? Maar je had geen aansteker bij je. Ah, man, domme. Dat is typisch ik, hè. En zo laat je punten liggen. Kijk, heil Poetin. Ja, dit is Poetin. Ja. Ik heb mezelf daarbij getekend. Ah, oké. Okay. Dus stel dat ik Poetin ben, ik zeg, dag Matteo, ik ben Poetin. Hallo, Poetin. Ik ga nu Oekraïne binnenvallen. Je ziet er heel lelijk uit. Heel lelijk. Dat is wel hard. Ja, dan moet je niet Oekraïne binnenvallen. Dus je vindt pesten is oké, zolang het gebeurt tegen mensen die Oekraïne willen binnenvallen. Wat? Is dat de boodschap van de pestweek? Nee, pesten is niet heel oké. Okay. Niet oké, okay, hè? Nee. Dus gaat u misschien excuses aanbieden aan Poetin? Sorry, Poetin. Ah, en excuses aanvaard. Niet. Nooit meer doen? Nee. Fantastisch. Bon, dan ga ik nu Oekraïne binnenvallen. Wow.